Welkom bij weer een nieuwe Vraag op Straat. Op 11 november vieren we het begin van carnaval. En ik ben benieuwd of Breda dat ook weet. En wat gaat Breda eigenlijk doen met carnaval? We gaan het ze vragen. Volgens mij wordt dan de start van carnaval, dat weet ik sowieso. Maar ik ben geen Brabander van origine, dus tot in detail moet je me niet vragen. Alvast carnaval vieren, tenminste de prins bekendmaken. De nacht, de nieuwe nacht. Ja, ik ben bekend met 11 van de 11, want dat is het begin van carnaval. Ja? Start van de carnavalseizoen. Nou, eigenlijk niet veel. Ja, dat is het begin van carnaval, hè. Dus dan mogen we eigenlijk, terwijl er gewoon nog geen tijd is, al verkleed de stad door. Dan luiden wij het carnavalsfeest in. Nou, dan wordt de nieuwe prins carnaval gekroond. Ik weet niet, ik denk het de start zijn voor carnaval of zo. Nou, niet exact. Ja, feest. Het begint de carnaval officieel, hè? Ja, dat is. Ja. En gaan jullie dat ook doen dit jaar? Ik niet. Ik ja, wel. Ja, ja, ja. Hoe ga je dat dan doen? Bij ons in het dorp, in het Rijden. In het plaatselijke café wordt het dan gevierd. Dus, En dit jaar is het ook een carnaval. Gaan jullie het ook vieren? Nou ja, 2016 is carnaval. Tuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja natuurlijk. Zolang dat ik nog leef wel. Ja, vroeger heb ik het veel gevierd, maar niet meer zoveel. Maar ik ga wel optocht kijken en zo. Mijn buurman rijdt mee, dus het is wel leuk. Dit jaar niet, want we gaan op vakantie. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nee, eigenlijk niet. Ik vier al jaren geen carnaval meer. Zij eigenlijk ook niet. Dus... Nee, ik ga ook geen carnaval vieren. Ik ga meestal op vakantie. Misschien 1 of 2 avondjes, middagjes doe ik wel mee altijd. Ja. Leven de leut, hè?